Hi schat, hoe is het met jou? Ben je dan weer aan het vloggen? Ja, alle dagen. Alle dagen. Echt waar? Ja, alle dagen. Ja, je moet je bezig houden. Verkoop jullie piano's? Nee. Nee. Of een jassen? Ja, dat zal ik doen. Ja, maar jassen. Want ja. Ik zoek dus piano. Ja, lieve vrienden, daar hebben we een lekkere bak met eten. Ja, ik eet dus geen aardappelen, hè? Dat weten jullie, dacht ik nog wel. Maar dat is lekker witlof gekookt, met kruiden erdoorheen en paneermeel om het een beetje te binden. En een overheerlijk stuk vlees. En geen wijn, maar dat sap. Hele goedemorgen, lieve vrienden. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Bezemboel. En ja, ik val op de valreep in de ochtend nog binnen. Ja, het is bijna 12 uur, maar dat doet er allemaal niet toe. Nee. Het is vandaag dinsdag de 11e van de 4e 2023 en we leven om 11 uur 58. Rond 1 uur komt Erwin weer en ik weet niet wat ik verder allemaal ga of wil of moet gaan doen. Ik krijg in ieder geval een hoop te bespreken met Erwin. Erwin die heeft even het een en het ander voor mij te doen, want ik werd wakker met pijn in mijn rug, schouderblad. Ja, wat is het? De netter eigenlijk eronder, waar onze BH-band zit. Ja, zelfs het ademhalen doet daar zeer. Ja, dus ik moet gewoon normaal ademhalen en even een diepe zucht laten, kan ik niet. Nee, maar ik kan er niet bij om het in te gaan smeren met wat dan ook. En ik ga het ook niet aan Erwin vragen. Nee, doe ik niet. Geen mannen aan mijn lijf. Nee, niet op die manier. Er was maar eentje die ik dat vertrouwde, maar ja, die is er ook niet meer. Nee. Telefoontje vanochtend gehad, dat is goed verlopen. Enkel, ja, wel beide eigenlijk boos, ook die vrouw werd boos erom. Want eigenlijk zijn we weer gekort. Terwijl ik maar 3 uurtjes per week heb. Ja, 1,5 uur per keer. Maar ze hebben daar die vuile vieze ratten in Den Haag. Die hebben er weer 1,5 uur ervan afgehaald. Dus ik zou er maar aan denken, als jullie dit ook krijgen. Ja, hou voet bij stuk, of hoe noem je dat? Nou, je begrijpt me wel. Ik vind dit niet normaal meer, nee. Maar oké, en dan hebben we nog wat in petto. Ja, Mirjam Eleveld, mijn Facebook-zusje, die is weer met een vraag gekomen. Daar kom ik vanmiddag ook op terug. Dus ja, dat gaat het er nou nog niet worden, want ik moet nog even met mijn meisjes uit. En dan komt Erwin, dus ja. Dus daar kom ik vanmiddag weer op terug, lieve vrienden. En natuurlijk onze Mirjam Eleveld. Ja, haar naam wordt al beroemd en haar fotootjes die zij in haar profiel van Facebook heeft, die worden ook al beroemd. Ja, daar heeft ze iedere keer een ander fotootje. Nee, dat moet zij weten, maar ik pik hem in. Ja, want het gaat over jou, schat. Ja. Dus ja, dan moet er toch wel iets bekend bij zitten van, oh ja, dat is er of dat is van haar. Maakt allemaal niet uit. En daar komen we vanmiddag op terug op die vraag. Daar gaan we weer een antwoord op geven. En lieve vrienden, de rest allemaal, jullie mogen ook met vragen komen. Dat is alleen nog maar leuk. Ja, gewoon doen. Hebben jullie vragen? Zet ze gewoon onder de video van, dat en dat. Of dat en dat, weet ik veel. Maar, ja, verzin wat leuks, doet Mirjam ook. Ja, als je mij wilt leren kennen, ja, dan kun je rustig met vragen aankomen. Dus, dat komt verder zo goed. Het zonnetje schijnt momenteel. Maar we gaan ook weer slecht weer krijgen. We zouden regen krijgen vandaag. Dus ja, hoe en wat.
kan ook natuurlijk langs ons gaan, want de zee behoort bij Den Helder, vooral de kustlijn. Nou ja, het kan daar ook vallen, weet je. Dus ja, komt helemaal goed, lieve vrienden. Ik ga nou de kou in, want het is wel koud. Het is 9 graden. En de gevoelstemperatuur waren 4 vanwege de harde wind. Ja, het waait best. Dus ja, dat dus allemaal. En ik zou zeggen, geniet gewoon van je dag. Vul hem in, zoals jij het wil. Maar geniet er gewoon van. En ik zou zeggen, geniet ook een beetje met ons mee. En tot later. Ja, lieve vrienden. En Erwin die is alweer ruimschoots de deur uit. Maar ik zat eventjes op mijn telefoon nou even wat te spelen. Even de berichten door te sturen waar ik doorsturen moest. En wat weg kon weer weg. En weet ik veel. Er komt dus ook een hoop op binnen. En nu zal ik... Ik heb hem al op YouTube staan. Want ik heb ook eventjes... Naar oude nummers hebben we even geluisterd, een paar. En dat was wel even leuk, want daar hadden we het over. En ja, dan laat je het ook horen, want dan is het even van... welke bedoel je? Ik kan het me zo niet herinneren, dus dan zoek je het op. En, oh ja, maar die ken ik wel. Nou ja, dat is leuk, weet je, zulke soort dingen. Dus ja, dat dus. En ja, ik moet eigenlijk nog eventjes te hard op. Ik neem jullie sowieso wel mee, maar ik ga... Eerst eventjes sowieso dingen ronddelen, zoals mijn short van vandaag en mijn vlog van vandaag. Ga ik even ronddelen. Daarna zien we wel weer. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder nog van jullie dag. Erwin hier aan mezelf zijn kopje altijd netjes naar de keuken. Ik ga nog een pakje koffie doen trouwens en dan ga ik dat allemaal even doen. Op YouTube en dan ga ik de hort op. En ik neem jullie gewoon met die mee, maar die moet ik even aan de lade leggen. Dus dat gaan we ook even allemaal doen. Dus het komt helemaal goed. Ze zeggen, hou gewoon volgende moed en we komen er wel. Nou, het enige wat ik al heb bij Big Bazaar, dat is toiletpapier. En ik heb wel weer andere dan ik wil. Maar ja, dat moet nog maar eenmaal. Wel weer duurder. En ik had 2 pinautomaten af moeten gaan om geld... Nee, 3. De eerste 2 die waren buiten dienst. Dus de derde, daar kon ik eindelijk pinnen. Ja, eindelijk maar toch. Nou, jullie zien wel weer waar ik rij. Bij de Big Bazaar. Ja, waar anders, hè. Ja, kijk. Ga je met volle accu weg, hè. Iedere keer maar uitdoen, om toch weer te besparen. Ja. Hi schat, hoe is het met jou? Hi, ben je daar weer aan het vloggen? Ja. Alle dagen, hè? Alle dagen. Echt waar? Ja, alle dagen. Ja, je moet je bezig houden. Verkopen jullie ook pyjama's? Nee, zeg ze. Wel ochtendjassen. Ja, dat zat in. Ja, badjassen. Want ik zoek dus pyjama. Een pyjama. Nou, andere week dinsdagmiddag moet ik de hele middag thuis blijven. Oh. Dan krijg ik een ander geval. Oh. Ja, deze moet weg, deze kan toch niet. Ik moet hem iedere keer uitzetten, want de accu's die raken zomaar leeg. En dit mag niet voorkomen. Oh nee, dat is al een beetje... En die stoel blijkt wel beton waar ik op zit. Ik ging net zo goed buiten op een betonnen bankje gaan zitten. Ja, maar die rij je niet, hè? Nee. Maar deze rijdt wel, maar moet je niet kijken hoe. Ik moet in de bus van mijn huis blijven, anders kom ik niet thuis. Oh. Dus dat is balen. Ja, dan heb je wel een dingetje hier. Ja. Nou ja, lekker toch dat je een nieuwe krijgt dan? Nou ja, en dan te hopen dat dat beter is dan deze. Ja. Ja. En het toiletpapier die ik normaal heb, die hebben jullie ook niet? Nee, dat niet veel meer. Dat is duidelijk. Het is een beetje treurig. Ja. Allemaal, ja. Ja. Ik kan er niks aan doen, ik kan er niet meer bestellen. Raar is dat, hè? Ja, geen idee. Maar wat blijft allemaal in China aan, denk ik of zo? Ik weet het niet. Maar... Ik weet het ook niet. Nee. Nou, moet je een kwaaie brief naar Den Haag sturen. Naar Den Haag sturen? Nou, ik denk dat het er niet van nut heeft. Gaat gang.
Nee, want die luisteren enkel maar naar hunzelf en niet naar het volk. Nee. Dus. Nee, dat wordt hem niet. Maar ja, ik moet nog doekjes hebben om mijn make-up eraf te halen. Ben je langs gereden, als goed is? Ja, ja. Daar ben ik inderdaad langs gereden, klopt. Ja. Dat komt je toch? Ik denk, nou, dat komt straks wel. Ja. Weekend hier kan aan en die koele dag. Koele jong. En die doekjes, die moeten daar ergens leggen, geloof ik. Dacht ik. Kan ik erdoor? Ja, dat lukt. Wat zijn die doekjes, die make-up doekjes? Bedoelt u deze? Ja, die goedkope. Ja, wat zijn deze? Enkel nog blauw, geen roze meer, jullie. Nou, dan kan ik er nou niet bij. Ik wil er 4 hebben. Okay. 2. En 4. 2 binnen de 4. Alsjeblieft. Dankjewel. Oh, gosje. Oh, gosje. Ja, ik ben gelijk aan het vloggen, dus ja, ik mag u er niet op hebben. Oh, op die manier. Juist. Mag jij er wel op voor het vrouwtje? Ja. Maar Rob, kijk dan. Oh, wat ben je schoonheid. En hoe oud ben jij? Ah, is alweer 2. Ben jij alweer 2? Zo. Oh, zo trillen. Het is koud. Dit is aanstelleritis. Aanstelleritis. Ja, hoe meer tegen praat worden, die begint te rapperen. Ik, nou ja, als je hem weer terug wilt zien. Mijn naam op YouTube is Corina met IE. Mm-hmm. En de beestenbol, ik zag 2 honden en een kat. Oké, nou dan gaan we eens even kijken naar Johnny. Ja, maar het duurt nog wel eventjes, want het staat nou op deze mobiel. En thuis heb ik nog een professionele vlogcamera. En 1 keer in de week haal ik alles leeg en dan gaat het naar de computer. En dan moet ik weer schriften en alles. Dus ja, komt helemaal goed. Maar als je me maar op me abonneert, dan zie je hem vanzelf voorbij komen. Yes, dan gaan we eens even kijken. Hé? Drama kun je echt de hele dag al dramatisch aan het doen. Ach, gosh. Nou, ik moet even draaien met deze booster, want deze booster is ook een dramatisch geval. Ah. Ja, echt. Hier, dat scherm en de accu's die schijnen zomaar leeg. Oh, ja. Klaar, ja, het is vreselijk deze. En boem is hoog. Even aan de kant. Het is ook zo lekker breed natuurlijk. Ja, maar daarom lukt het me wel, maar het is een onhandige booster. Want ik heb, in de weg te staan. Als ik links rij, dan moet ik ook nog eens een keer dat knopje indrukken voordat ik links kan gas geven. Maar ik ben hendels geweest, dan moet je een knopje indrukken. Oh ja, ja. Ah, en normaal heb ik tasjes aan het stuur hangen, kan bij deze niet. Nee, je hebt een klein mondje. Ik heb ook nog een houder waar mijn mobiel in kan en die is dan waterdicht. En dan kan ik ook vloggen, al rijdend. Dan hoef ik hem niet in mijn handen te houden, niks. Mm-hmm. Kan allemaal niet. Tikje onhandig. Ja, echt. Nou, kan beter. Dag liever. Kusje geven. Kusje geven. Oh, dank je wel. Doet mijn kleine meisje ook. Ik heb 2 meisjes en eentje is klein, tenminste een klein, bij jou groot vergeleken. En mijn andere hond, dat is een husky border collie. Ja, dat is even een ander slag. En dan heb ik een terrier op hoge pootjes. Oh, juist. Dus. Nou, lieverd. Nog een keer? Nog een keer, kusje. Kusje? Nee, geen kusje meer, hoeft niet hoor. Dat is dramatisch. Nou, ja. Oké, meis, dankjewel hè. En maak even reclame voor me als je wilt. Ik ga mijn best voor je doen. Oké. Ja. Hallo. Ben je Ja, ik moet hier wezen. Maar dan moet ik toch even vragen gaan stellen, want ik weet het even niet. Denk ik. Ik moet. Denk ik. Ja, zoeken.
komen. Pom, 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 pom. Ja. 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 En welke zijn dat? Ik kan niet weten. Geen verstand van. Ik, oh, dat is mijn tas. Hier blijf jij. Ik denk al, er valt wat. Duracell. Dat is een beetje te duur. Voor mijn portemonnee. En ik weet, het staat wel op kaartjes. Ik zoek oplaadbare batterijen. Ja. En of ze die hebben hier, I don't know. Mag ik even wat vragen? Hebben jullie ook oplaadbare batterijen? Rechargeable op, maar volgens mij is dat dan ook echt de enige, want deze zijn allemaal niet zo. Oh. Dus alleen die Philips. Ah. Oké. Okay. Dan weten we dat ook. En power Aqualine, dat is. Nee, die niet, hè? Nou hoor! Dan moet ik toch even daar eens even denken. Nou, daar wachten we dan nog maar mee. Ja, daar wachten we nog maar mee. Nou ja, oké. Nou, verder heb ik hier niks nodig. Daar ook niks. Nee, nopinjendo. Nou, ik zou zeggen, tot later. Ja, ik zit even bij de salontafel, dus ja, ik heb jullie nou een beetje zo staan. Anders zien jullie mij niet. Dus van onderen naar boven. Er is er ook eentje gek aan het doen. Oh, die komt nou bij me, dus er valt niks meer gek te doen. Ga eens even naar de kant, schat. Nou, ik ben ook bij Zeeman geweest. Ja, ik heb een nieuwe pyjama gekocht. Met allemaal hartjes. Allemaal hartjes. Ja. Gewoon een lange broek met een truitje erbij. Ga jij even ook aan de kant? Er zit niks voor jullie bij hoor. Nee. Nee. Allemaal voor vrouwtje. Een nieuwe pyjama. Wat ik nodig had. Nou. Dan heb ik. Panties met de kleur brown en een kassenbon, die moet daar. Ik heb 4 panties, brown, oftewel bruin, maar ook heb ik, even kijken, 4 zwarte panties. Ja, ook dat heb ik. Dus, helemaal mooi. Dat gaat weer in een tasje en dan gaat het mee naar boven. Ik heb nog meer wat mee naar boven moet. Je weet ook dat ik make-up doekjes nodig had. Nou, daar heb ik 4 van. Ook dat weten jullie, want daar waren jullie bij. Dus dat dus. Voilà. En dit weten jullie ook. Ja. Er zit er eentje te brullen achter de deur. Ja. Ach, ga eens even naar de kant. Nou, opgelet. Dag, kant af. Ja? Ja? Moet je er weer even uit, man? Nou, het is mooi weer, het is enkel koud. Ja, het is echt goed koud. Ja. Doe maar. Doei.
Hey, schat. Doei, doei. Klein lief hoopje. Ja. Wie er aan mijn diertjes komen, nou, die komen naar mij. Zo is het wel. Ja, echt waar. Nou, dan gaan we mijn kopje halen. Die staat nog op de salontafel. Ook dat nog. Dus die gaan we eerst halen. Want mijn water heeft gekookt. Ik wil koffie. En nee, ik ben niet bij de FOMA geweest, want dat dorst ik niet aan met die accu's. Dus ja, hij staat weer in de lader. En dat vreet ook stroom, hoor. Echt. Dat vreet gigantisch veel stroom. Dan moet ik jullie weer goed zetten, want nou staan jullie helemaal breek. Zo, koffie. Koffie, koffie, koffie. Lekker bakkie koffie. Ja. Zo. Voilà. Water. Zo. Lekker bakje koffie. Lekker. Ja, en dan ga ik de troep opruimen. En we gaan witlof snijden. Maar ik ga eerst genieten van een bakje koffie. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ook maar met een bakje koffie. Of met een bakje thee. Of wat jullie willen drinken. Geniet er gewoon van. En geniet een beetje met mij mee. Ja, lieve vrienden, ik heb de witlof gesneden. En dat staat al op. Ja, nog maar net. Dus ja, dat komt helemaal goed. Ja. Beetje bakken braad erbij, zodat het niet overkookt. Ik ben niet echt vrolijk, nee. Ik ben verdrietig. Want van de week, vorige week eigenlijk al, is er een Facebook-zusje. Ja, je Facebook-familie is groter dan je echte familie. Maar een Facebook-zusje, Willy van Plateringen, die is... veel te vroeg overleden. Was ook een wappie. Net als ik. En vele anderen. Maar ze had longontsteking. En daardoor is ze overleden. Ja. Nou zag ik net een foto voorbij komen. Via mijn mobiel. Maar ik wil hem pakken. Maar zo is die ook weer weg. Ben via mijn computer erheen gegaan. Niks te zien. Ik denk wel, snotdonderjutjes. Ik had hem zo graag willen pakken. Maar oké, het is niet anders. En wat ik heel vluchtig zag, was dat het een witte kist was. Met rode en witte bloemen. Maar wat voor bloemen kon ik niet eens niet zo snel zien. Ik zag ook nog een fotolijstje staan met natuurlijk haar foto erin. Maar ook dat het ging te snel. Ik kon het amper zien. Maar in ieder geval, ik wil de nabestaanden, natuurlijk de kleinzoon en de man, condoleren met dit zware grote verlies. Het had niet mogen gebeuren dat ze zo vroeg al heen is gegaan, terwijl ze zo sterk in het leven stond. Het was een prachtige vrouw, een schat van de vrouw, de hart op de juiste plek. Ze had een gouden hart. En ja, ik ben er eigenlijk kapot van, dat ze er niet meer is. Ik mis haar, maar ze had iedere avond even te praten, al was het maar 5 minuten, maar het was altijd even raak. Ja, even met elkaar een praatje maken, moet kunnen. Maar ja, nou is ze er niet meer en het doet mij veel verdriet. Ja, ik kon er niet in real life, maar ze zou van de zomer bij me komen, hè. Ja, misschien dat jullie mee zouden komen, ik weet het niet. Maar in ieder geval, ze had van de zomer bij me willen komen, ja. En dat gaat nou helaas niet door. En dan kan ze op me neerkijken, uit de hemel vandaan, samen met mijn man, mijn schoonmoeder, mijn ouders, en weet ik van wie er nog meer zijn. Al diegenen die ons voor zijn gegaan. Dus ja, nogmaals gecondoleerd en heel, heel veel sterkte en kracht wil ik jullie toewensen. En ja, en dan zei hij, ja, je gaat van het ene naar het andere, want het leven gaat door, hè. En ik zou ergens op terugkomen. Ja, moet ik eerst Mirjam weer hebben. Daar. Mirjam.
Heleveld. Mijn andere Facebook-zusje. Ja. Uit Noord-Afrika, Tunis. Noem dat nog. Ja. Ze had me weer een vraag toegestuurd. En ja, het is een beetje pijnlijk ook, verdrietig ook. Hoe heb jij jouw man Jack leren kennen? Via internet. Niet zomaar iets zoals Facebook, nee. En ook niet via een datingsite, ook dat niet. Want daar zit ik niet op, daar hou ik niet van. En dat toen ook al niet. Nee, via een live game. Second Life. Ja, dat schrijf je niet met een V, maar met een F. Ja, www.secondlife.com. Maak ik nog reclame ook en ik word er niet eens door gesponsord. Ook dat nog. Maar in ieder geval. Ja, dat is je ene vraag. En ja, dan moet ik nog verder. Ik hou die vraag vanmorgen. Het gaat ook over mijn man. Maar één vraag per dag. Vind ik wel heel leuk. Dus het blijft spannend. Ja, dat doen we morgen wel, die tweede vraag. Ja, en dan heeft ook weer over mijn man de derde vraag. Dus dat komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen. Maar geniet ook zeker weer een beetje met ons mee. Ik zou zeggen, fijne avond. Tot later. Ja, lieve vrienden, daar hebben we een lekkere bak met eten. Ja, ik eet dus geen aardappelen, hè? Dat weten jullie, dacht ik nog wel. Maar dat is lekker witlof gekookt. Met kruiden erdoorheen en paneermeel om het een beetje te binden. En een overheerlijk stuk vlees. En geen wijn, maar ja, dat sap. Weet ik veel wat goed is voor als je aan de blaasontsteking bent. En een bakje koffie. En wie ligt er naast me? Uiteraard die dame. En die ligt lekker op de bank. Ja. Dus ja, we gaan lekker eten. En ik ga de televisie aan doen. En even televisie kijken. En ik moet nog een vlog in elkaar zetten. Dus ja, dat dus. Ik zou zeggen, een hele fijne liefdevolle avond. Ja, lieve vrienden, jullie zien, ik zit weer op bed en ja, ik moet denk ik mijn polsbandje in mijn hand zien te houden, want anders gaat het meneertje kan wel eraan trekken. Ja, ook dat nog. Ja, meneertje kan eraf. Oh, wat is er? Hé, wat is er dan? Oeh, wie staat is dat? Ah. He, spelen. En hier ligt me dan met je Elwin. He, die is ook zo lief. Nou ja, Rijker, die ligt daar ginds weer onder die bult. Ja. Dus wij gaan lekker slapen. Dus wij wensen jullie gewoon welterusten. Slaap lekker. Met mooie dromen. En uiteraard morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten dat God die houdt over ons allemaal de wacht. Dus ik zeg, tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, tot dan. Getting high, feeling low, and it's out of your control. You should know that I-